Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 30 oktober. Leuk dat jullie meekijken naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik ben een beetje moe. Want ik heb dat altijd. Als ik gisteren een superleuke dag heb gehad, dan ben ik daarna toch best wel een beetje moe. Ik moest me toch even al weer de wekker zetten. Want ik moet straks weer naar de test toe. Dus ja, dat was eventjes nu minder. Maar goed, het is even niet anders. Ik heb een nieuwe kledingset aan van de H&M, die ik dus laatst had gekocht. Kan ik jullie wel even laten zien. Let niet op de sloffen. Ik heb mijn schoenen aan. Dit is het shirtje. Heel leuk. Dat rondje hier zo. Dit is het rokje. En ik heb daar gewoon een legging onder aan. Het rokje had uiteindelijk toch wel een S'je kunnen zijn, denk ik nu. Ik heb best wel veel ruimte over. Maar oké, weet je. Hij blijft wel gewoon goed zitten. Het zit niet heel erg los. Dus op zich, ik denk dat ik niet mag klagen. Straks even schoenen pakken. Ik ga nog niet mijn nieuwe schoenen aan doen. Want die wil ik eerst in een shoplog laten zien. Dus waarom stel ik nou weer niet scherp? Hallo? Ik ga even een gewoon paar hakken aan doen. Mijn horloge heeft niet heel veel stroom meer. Zegt hij heeft nog maar 10%. Eigenlijk had ik kunnen weten, want gisteren had hij nog 27. Ik zet hem eigenlijk altijd wel uit. Zodra ik hem afdoe. Maar ja, hij moet wel even aan de opladen. Dus ik hoop dat hij nog even volhoudt totdat ik terug ben. Maar dat weet ik dus niet. Ik ga hem 1 uur boodschappen doen. Het is nu 10:30. Ik heb ook al lekker stof gezogen. Dus ik ga even een boodschappentas pakken. Gooi ik even wat oud papier in. Even schoenen pakken. Ik ga wel even voor hakken nu. Niet zo'n heel goed idee. Aangezien ik best een beetje zere voeten heb. Maar ik vind het bij deze outfit gewoon het mooiste staan. Sommige mensen combineren dit ook bijvoorbeeld met sneakers. Nou, dat is niet echt mijn stijl. Ik wil altijd wel een beetje klasse soort van uitstralen. Ja, dat klinkt heel stom. Maar dit hoort gewoon een beetje bij mij, zeg maar. Als het netjes is, dan horen er een paar hakken onder, vind ik. Ja, jullie hebben mijn nieuwe schoenen natuurlijk gewoon al gezien. Dus dat zou bij deze outfit op zich denk ik ook wel gewoon kunnen. Maar ja, omdat ik eerst een shoplog wil opnemen, morgen ga ik dat nog niet doen. Ik ben gisteravond al even aan de vlog begonnen. Ik heb gisteravond Steenrijkstraat Arm gekeken. En ik heb ook gekeken naar een huis vol... Heet dat een huis? Ik weet niet of dat zo heet. Volgens mij een huis vol kinderen. Dat is dan kinderen die gaan 3 dagen zonder ouders gaan ze in een huis. En dan moeten ze alles een beetje zelf rooien. Maar ik weet nu niet meer precies hoe het programma heet. Dat was ook wel leuk. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik moet doen. Ik heb om 2:30 de test tot 4:30 en dan daarvoor boodschappen doen. Ik denk dat ik daarna ook wel een beetje moe ben, want het kost best wel veel energie. Daar ben ik heel eerlijk in, maar goed. Mijn slaapkamer staat nu vol met alle spulletjes die ik dus gisteren heb gekocht. Dus dat kan, als ik morgen de shoplog heb opgeruimd, kan ik het ook allemaal lekker opruimen. Het is nu een beetje een bende, maar hey, het is even niet anders. Wat wil ik verder nog vertellen? Nee, verder had ik geloof ik niet heel veel te vermelden. Alles een beetje op me in laten werken. Ook het probleem van de bril. En ik kan hem misschien nog ver aan jullie laten zien. Want gisteravond konden jullie het niet heel goed zien. Ik weet niet of hij nu dat stukje waar het breukje in zit ook scherp stelt. Of jullie het echt kunnen zien. Ik kan het zelf helaas niet zien van de bril. Want ik kan het echt niet zien. Want... het was al zo, mijn vader ging ook even zijn bril recht laten zetten. Toen zei Nathalie al van, goh, ik doe eens eventjes een paar brillen op. En ze zegt ook, oh, doe maar gauw je eigen bril op, want je gaat knijpen omdat je gewoon echt het niet kan zien. Dus gaf ook wel eens dit mee, probeer je lens in te doen als je een bril gaat uitzoeken. Dat is op zich ook wel een hele goeie, alleen ik moet daarvoor mijn ogen wel laten doormeten, dus dan kan het weer niet. En het probleem is een beetje, mijn lenzen willen de laatste tijd ook niet, want ik wilde ze gisteren ook heel graag in. Ik had ze nu ook heel graag ingewild, maar ik trek het gewoon niet, mijn ogen trekken het gewoon even niet. Ja, dan kan ik wel heel eigenwijs zijn en ze er lekker in gaan prikken. Maar ja, aangezien ik nu testen heb en ik soms ook moet lezen of dingen moet doen, dan is dat gewoon niet zo handig. Had ik voor de rest nog iets? Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Ja, dat ik al aan de vlog had gewerkt, maar had ik geloof ik al gezegd. Ik moet nog een paar dingen inplakken in muziek. Dus ik hoop dat het nu vanavond ook goed gaat met editen, want het is natuurlijk wel een beetje een dingetje. Voor de rest gaat het eigenlijk wel redelijk. Op een beetje moe zijn na, maar goed. Ik werd ook echt wakker van de wekker. Dat heb ik, ja, als ik heel vroeg eruit moet, heb ik dat. Maar nu had ik het ook wel. Nu stond de wekker echt wel een paar uur later als gisteren. Dus ja, ik weet niet precies hoe dat allemaal in zijn werk gaat in mijn hoofd. Maar oké, het is niet anders. Ik ga nog even een videootje kijken. Red ik dat nog? Ja, ligt aan hoe lang die video duurt. Beetje lastig.
Dan ga ik eventjes boven een boodschaptas pakken en schoenen. En dan ga ik me even verder klaarmaken. Zodat ik om 1 uur de deur uit kan. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Zo, ik ben inmiddels weer een tijdje thuis. Maar ik heb nog even lekker op de bank gehangen. Want ik was best wel een beetje moe. Die testen die zijn best wel uitputtend. Je moet best veel nadenken. Ik was nu om 3:50. Of ja, rond 4 uur. 3:50 was ik ook al. Nee, iets eerder zelfs. Ja, volgens mij was ik rond 4 uur of zo, was ik ook wel klaar, 4:05. Dus op zich was het wel lekker. Ik heb ook de boodschappen spelen. Nu heb ik het wel koud. Ik ga zo de verwarming even wat aangooien. En even lekker dikke trui en doen, lekker warm douchen. Want nu begin ik het wel te merken. Ik zat even mijn Nathalie te appen. Ik moet even dit beantwoorden. Ik zal jullie zo in ieder geval even op de t-shirt om de boodschapjes te laten zien. Want ik heb al lekker boodschappen gedaan tot en met volgende week woensdag of pas weer. Oké, ik heb allereerst pizzabodems voor morgen. Morgen ga ik lekker pizzaatje maken. Ik ben bij 3 winkels geweest. De pizzabodems die hadden ze niet bij de Plus. En ik heb altijd de shawarma van de Boni. Ja, dus ik heb natuurlijk shawarma gehaald. Ik heb daar ook kippenvleugeltjes, borrelgekruide kippetjes meegenomen. Die heb ik lekker voor zondag. Dan heb ik daar ook de aardappelschuifjes meegenomen. Ik heb 2 zakjes en dat was nogal een dingetje. Waarom? Ik zag een bordje staan. Ik dacht ook dat ik in de folder had zien staan dat ze €1 waren. Alleen die actie die was dus van afgelopen weken. En de acties bij de Boni lopen van woensdag tot dinsdag. Maar het bordje stond er nog. Dus ik had afgerekend en toen keek ik op mijn bon. Ik denk, hey, ze zijn niet €1. Toen was ik even, dus had ik het even nagevraagd. Van joh, er stond een bordje bij van €1. Toen ging die dame achter de kassa even kijken. Het bordje was eigenlijk van vorige week, maar kreeg ze nog wel voor €2. Vandaar dat ik ook 2 zakjes had. Als had ik maar 1 zakje meegenomen. Maar goed. Ik heb ook even een zakje patat gehaald. En wat daar ook in de aanbieding was, dat waren deze robijncapsules van Color. Dit is gewoon wasverzachter. Ik had dit eigenlijk nog nooit gehad, maar die waren nu 2,50. Ik dacht, dat wil ik wel een keertje proberen. Ik heb de Rosé Chic. En ik heb ook de Paradise Secret. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ernaar. Ik zou het normaal niet zo snel kopen, want het kost normaal €7. Maar nu waren ze dus €2,50. Het is allemaal een beetje random hoor. Bij de Plus. Ik heb een setje van Walra. Dit is een theedoek en een handdoek. Volgens mij, ja, het is gewoon 1 theedoek, volgens mij 1 handdoek. Nou. Kiezelgrijs. Keuken en theedoeken, blok en lines. Het staat er niet precies op wat erin zit. 3 keer separaat wassen, theedoek. Gaan we in de vlog zien. Dat gaan we gewoon verder in de vlog bekijken. Als ik ze ga ophangen. Dat we even kunnen zien wat hier nou in zit. Ik ben nu eigenlijk heel benieuwd. Maar ik ga het nu nog niet gebruiken. Ik denk dat ik ze heel makkelijk weer... Oh, wacht. Het is gewoon hersluitbaar verpakt. Dan gaan we gewoon gelijk even kijken. Ik ben toch wel benieuwd. Oh, het zijn 2 handdoekjes en 2 theedoekjes. Oh, dat vind ik heel netjes. Ik ben zelf heel erg fan van Walra. Ik heb in het verleden ook heel veel Walra gehad. En heel af en toe heb je dus bij de Plus nog wel eens, zoals met washandjes of met theedoeken, dat je dat dus dan nog hebt. En dit was nu super erg afgeprijsd, vandaar dat ik het meegenomen. Want ik vind normaal een Walra te kopen, vind ik het te duur. Maar ja, ik vind dit wel... In ieder geval vond ik het wel een keer te doen. En Walra is gewoon super goed. Dus die. Nou, bonnetje. Kijk hoor. Ik heb kattenvoer. Dat is hier van alles. Broodjes dan voor dinsdag. Dus ik moet hem gelijk even wat opruimen. Snijboontjes heb ik meegebracht. Ik heb ook eventjes weer rotsbroodjes gehaald. Ik heb gesneden champignonnetjes gehaald. En even een potje kauwgom. Ik ben heel dol op kauwgom. En dus ik heb er even een potje gehaald. En ik had ook nog meer. Oh ja, bouillon een zakje. Eventjes voor de fijne was. Voor als ik mijn handwas wil doen, want die was bijna op. Sheetje.
ik had eigenlijk een blikje cola gehaald voor als ik van de testen terug zou komen. Omdat ik vaak een beetje een droge keel had. Maar die heb ik nu dus nog niet eens opgedronken. Dus die heb ik nog. En even de bakboter had ik nog van de Plus. Wat heb ik nog? Oh ja, en nog appelsmeel. Goh, lekker bezig. Ja. Van de Lidl had ik eventjes een nieuwe verfrisser voor in de wc. Ik vind het altijd wel lekker. Spekjes. Slavinkjes. En wat had ik nog meer? Oh ja, eventjes mondwater had ik. Dan was ik ook nog eventjes bij de kruidvat. En daar heb ik twee van deze haarhanddoekjes gehaald. En dit zijn die je heel erg je haar lekker kan indrogen als je hebt gedoucht. En dit zijn wat donkere kleurtjes. Ik heb hier even twee donkere kleurtjes gehaald. Ik had er niet zo heel veel, want ze hebben ze niet zo heel vaak. Nu zag ik ze. Ik denk, nou neem ik ze eventjes mee. Dus die heb ik even gehaald. Dat was alles. Ik ga nu eventjes lekker dit opruimen. Dan ga ik ze even lekker warm onder de douche. Want ik heb het heel erg koud. Vanavond ga ik dus aan de vlog werken. Ik kijk het perfecte plaatje en ik kijk ook. Wacht even, hoor, zet ik hier iets. En ik kijk ook. Gaat lekker dit. Ik kijk eventjes naar Verslaafd, denk ik. Want dat heb ik gisteravond opgenomen. Ik moet nog een artikel schrijven en aan de vlog werken. Dus dat is een beetje mijn avond en een beetje mijn standaardprogrammetjes. Dus ik ga jullie dan morgen weer zien. Want. Het was toch heftig vandaag en ik heb het nu koud en wil nu lekker warm gaan douchen. Een hele goede middag. Het is 31 oktober. Het is vandaag donderdag. En ik ben klaargemaakt. En ik heb een shirtje aan van Nathalie. Zal ik jullie even laten zien. Ik had een kleding gekregen van Nathalie. Wil ik wel even laten zien. Dit is een hemdje. En hier staat op Girl Wonderworld. Het is een beetje oranje. Het komt nu niet helemaal mooi over omdat het een beetje zonnig is. Maar hier heb ik dus van Nathalie gekregen. En omdat ik straks video wil opnemen, dus Nathalie, ik zou het wel leuk vinden als je een shirtje van mij aantrekt. Gisteravond vlog afgemaakt. Het ging niet gelukkig goed met editen. Artikel online gezet. Ja, het ging allemaal goed. Ik ga zo eerst even aan het schoonmaken. Daar ga ik jullie dan niet bij zetten. Want dan kan ik even batterij besparen voor mijn video. Dus dat is zo de planning. Ik zal even die kleding laten zien. Ik heb een heel erg leuk colbertje gekregen. Deze. Met dubbele knoopjes. Heel erg leuk. Dit is een shirtje. Gewoon in de nek. Maar die kun je geloof ik ook een beetje nog knopen, zei ze. Gewoon een heel leuk zomershirtje. Het is wel vooral zomerkleding, want dit is ook gewoon een hemdje, zeg maar. Een vliesvest. Altijd lekker. Een heel leuk Coca-Cola shirtje. Dus die. En dit leuke shirtje. En die kun je dus wel knopen. Het is een soort, ja, polerootje lijkt het. Maar die kun je dus gewoon zo omknopen. Dus dat had ik gekregen. En dan dit shirtje. Hij heeft er weer moeite mee vandaag. Ik heb ook even mijn teennagels geknipt en mijn ilt geveld. Ik heb daar heel erg last van altijd. Dus dat is ook allemaal weer klaar, want ik lag in bed en ik voelde hele ruwe voeten. En dat vind ik gewoon niet fijn, ik wil zachte voeten hebben. Goed, ik ga nu eventjes mijn schoonmaakspullen pakken. Ga ik even mijn woonkamer doen en dan ga ik daarna de video opnemen. En als er dan nog tijd over is, ga ik nog proberen wat te vloggen. Maar ik wil nu gewoon echt even batterij sparen voor die video. Zo, video's opgenomen. Oh, ik heb nu heel vervelend licht. Wacht even, ik ga je even verplaatsen. Ik doe eventjes wat even aanbeelden opgenomen. Kijk hoe laat het is. Ik heb de klok nu weer gelijk gezet. Oh, wat vreselijk. Ik had net de gordijnen gewoon dicht met filmen, want het was echt te zonnig. Ik heb nu hier alles liggen, dus ik ga sowieso even van de nieuwe spullen een handwasje draaien. Ja, dan kan ik de was nog even afhalen, maar het is al wel 4:10. Ik ga niet heel veel meer doen. Dus ik heb vandaag dan niet heel veel gevlogd, maar ik ga in ieder geval dit even opruimen, zodat dit, ja, zodat de slaapkamer weer wat leeg is. Wat is nou vervelend dat het zo slecht is.
Zo, ik ben klaar. De woonkamer is lekker schoon. Geeft wel weer een fris gevoel. Voor hoe lang het duurt, hè, met de katjes. De video die staat er mooi op. Maar dat had ik natuurlijk al gezegd. Ik heb alles al een beetje weer opgeruimd. Ik heb al wat dingen in gebruik genomen. Nu moet ik niet. Ik heb nu even het handwasje aangezet met de gekochte kleding. Ik vind het altijd wel heel erg lekker om dat eventjes in een handwasje te doen. Zodat ik het dan gewoon kan dragen. Want omdat ik best wel iemand ben die best wel snel zweet, zeg maar. Als ik dan nieuwe kleding aantrek, en ik heb het volgens mij al wel vaker verteld, dan heb ik dus gewoon, dan gaat de lucht in de kleding zitten en dan krijg ik het er bijna niet meer uit. Vandaar dat ik het altijd even op een handwasje gooit. Dat heb ik nu erin zitten. Moet deze was nog wel even eraf halen, maar ik kan vanavond wel. Ja, vandaag heb ik voor jullie niet heel veel gevlogd, al ben ik zelf heel productief geweest. Maar dat was ook wel een beetje omdat ik batterij wilde besparen voor mijn camera, zodat ik genoeg, dat ik niet met het probleem zou komen zitten. Ik heb nu weer een streepje van, oh, hè? Je batterij is leeg, je kan niet verder met je video. Die moest gewoon echt vanmiddag opgenomen worden. Ik ben ook... Zo blij. Ik krijg zulke lieve reacties op mijn vlog die online is gekomen. Omdat ik daar open in ben geweest over mezelf. En zoveel lieve berichten van jullie allemaal. Dank jullie wel alvast dat jullie zo begripvol zijn. En ja, dat doet me heel goed, al die lieve berichten. Ik ga nu nog even lekker relaxen. De katjes hebben net gegeten. En straks even lekker pizzaatje maken en lekker douchen. Ik had het gisteravond zo intens koud. Ik had wel de verwarming aanstaan. Hij gaat nog niet super hard, maar ik heb hem ook nog niet gelijk op vol gas gezet. Hij ging wel lekker wat aan. Ik heb gisteren met lezen, heb ik zelfs gewoon in bed, heb ik even een vlieskleed om me heen getrokken. Over de onder en dan het dekbed er nog overheen, want ik had het zo koud. Vanavond kijk ik DNA en Meester Frank Visser. Alleen het is nu niet meer Doet Uitspraak, maar hij rijdt nu visite. Serie niet mee bemoeien alsjeblieft. Dus dat vind ik ook wel leuk. Ik moet nog even wat foto's bewerken en uiteraard weer mijn eigen serietje zoals elke avond. Ik ga jullie dan morgen weer zien. Morgen zal ik ook weer wat productiever zijn met vloggen. Maar het was nu een beetje moeilijk voor mij, omdat ik ook maar één batterij heb. Dus ik kan niet... ik heb geen tweede batterij, waardoor ik altijd extra... een batterij over heb. Ik weet ook niet of dat die voor deze camera beschikbaar zijn. Maar goed, we hebben het nu ook wel even gered. En schoonmaken zien jullie toch eigenlijk al elke week. Dus dat was ook niet heel bijzonder. Ik zou voor nu zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 1 november. Ik ben klaargemaakt en ik heb net stof gezogen. En ik ben niet zo slim geweest, want ik ben vannacht vergeten om mijn camera op te laden. Vandaar dat ik met mijn telefoon film. Lekker hoesje erbij. Geweldig. Ik heb hem nu op de oplader gelegd zodat ik zo meteen bij de slaapkamer doen jullie er wel bij kan zetten. En ik kwam op en ik zag hem ineens liggen of staan op een statief. Gewoon een geluk dat de kat het statief niet hebben omgegooid. Ik dacht, chips, hoe kan ik het nou vergeten zijn? Hoe dom kun je zijn? Nou, dat past helemaal niet in mijn straatje. Maar goed, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik ben het in ieder geval vergeten. Nou ja, vergeten is natuurlijk ook wel menselijk. Alleen ik vind het dan super stom van mezelf. Ik heb wel lekker mijn nagels schoongemaakt. Want de lak zag er echt niet meer uit. Dus ik dacht, het gaat er nu gewoon echt even af. Want kunnen mijn nagels weer een beetje bijkomen. En dan kan er morgenavond weer een nieuw kleurtje op. Godverdamme, ik ruik die bank weer. Ik ga hem zo nog even een keer insprayen. Oh, ik ga die andere spray proberen. Ik heb boven nog spray zijn. Nu die even ga proberen, want het is nu al heel erg. Ik had net ook een zilvervis in de slaapkamer. Ik merk nu, sinds woensdagavond heb ik de verwarming aan. En dan merk ik als, nu komen die beestjes weer wat meer tevoorschijn. Maar ik kon hem gelukkig weghalen. Nou ja, hij is gevallen, dus misschien kom ik hem zo tegen met stofzuigen. En dan zuig ik hem op. Hier is de boel dus al stopgezogen. Ik ga even wat dingen opruimen in de slaapkamer. Ik kan nog wat boodschappen naar boven doen. En dan ga ik er zo aan beginnen. En ik zet jullie er gewoon bij. Gisteravond heb ik de laatste aflevering van DNA gekeken. Ik vond het wel jammer dat het de laatste was. En het is ook niet echt een open einde. Dus of er een vervolg komt, dat is heel erg de vraag, denk ik. Ik heb er ook nog niks van gehoord totdat ze een tweede seizoen gaan maken. Maar ik vond het wel een leuke serie. Ik heb Meester Frank Visser gekeken. Die reed visites. Nou... ik ging helemaal stuk. Ik heb zo gelachen. Ja, het was helemaal niet grappig. Maar gewoon, ik vond die man heel komisch. Het ging over hondenpoep.
En die mensen hadden daar last van. En ja, ik moest om sommige stukjes gewoon heel erg lachen. Foto's bewerkt. Ik was ook even bezig om een cleaner voor mijn laptop te krijgen. Omdat er blijft toch vaak wel, als je iets geïnstalleerd hebt en je gaat het uninstallen, blijven er toch wel wat dingen achter. Maar het is nog een beetje lastig voor de laptop. Dus daar ga ik nog wel even vanavond mee verder. Goed, ik ga nu eerst even wat dingen opruimen. En dan ga ik jullie zo meteen erbij zitten als ik de slaapkamer ga doen. Zo, alle klusjes zijn klaar. De katjes hebben gegeten, mijn boontjes zijn afgehaald. Ik heb toch meer kunnen vloggen dan ik dacht, want de camera is toch in het korte poosje toch wel even goed opgeladen. Dus ik heb toch wel wat kunnen vloggen, daar ben ik blij mee. Ik ga nu nog even lekker chillen, strakjes koken, douchen. Vanavond Flikker Rotterdam, Dance 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 neem ik op en de Mask Singer. Dat kijk ik, daarna kijk ik Dance 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 en kijk ik morgen weer de Mask Singer. Alles een beetje voor het laatst vandaag. De Mask Singer voor het laatst. Dance 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 voor het laatst. Alle programma's zijn nu alweer een beetje bijna voor het laatst. Ja, ik ben weer voldaan. Lekker schoon bedje. Dus ik ga vannacht heerlijk slapen. In mijn schone bed. Ik hoop ook dat mijn punt nu goed zit. Want ik had zeg maar bij mijn andere dekbed. Dus op een gegeven moment was mijn ene punt die was leeg. Dus dan had ik geen dekbed. En dat ligt zo gigantisch irritant. Ik ga jullie dan morgen ook gewoon weer zien, want ik moet vanavond nog een artikel schrijven en een video in elkaar maken ook. En je hebt ook nog Ajax, dus ik denk dat ik even weer twee schermen, want ja, dat vind ik toch altijd wel leuk. En het is PEC Zwolle tegen Ajax dus. Nou, ik ga jullie dan morgen gewoon weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. En ja, lekker even chillen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 2 november, ik ben klaargemaakt. Het is niet echt lekker vloggen, want de zon die is weer zo aan het schijnen, waardoor mijn licht niet echt lekker is. Maar goed, ik heb net even Dance & Dance afgekeken. Nou ja, niet heel spectaculair, ben ik heel eerlijk in. Ik had helaas op social media ook al gezien wie er had gewonnen. Ze zeiden het is shownieuws. Ik heb het meer afgekeken omdat ik toch wel benieuwd was naar die laatste dansen. Maar ja, heel eerlijk. Het seizoen, eigenlijk was het gewoon best wel voorspelbaar, weet je. Er worden mensen uitgekozen. Ik denk toch op een gegeven moment van, nou ja, goed hè. De een is gewoon net iets strakker als de ander qua bewegingen. En het lag er gewoon best wel dik bovenop van mij. Dus dat vond ik wel een beetje jammer, maar goed. Ik heb Flikker Rotterdam gekeken gisteravond. Vond ik een beetje een lastige aflevering qua begrijpen. Ik vond hem heel warrig. Ik kwam er moeilijk in.
Dus dat was, ja, dat viel een beetje tegen. Vanavond kijk ik de Mask Singer en dat is dan ook voor het laatst. Ik weet helaas al wel wie er gewonnen heeft. Welk kostuum, zeg maar. Of welk masker, maar ik weet niet wie erin zit. Dus dat is dan nog wel weer even spannend. Ik ga zo even stofzuigen. Muis die had overgegeven, denk ik. Ik denk dat het muis was. Dat ga ik even opruimen. En daarna ga ik eventjes mijn keuken wil ik gaan reorganiseren. Dus die mandjes in de kast. Daar ga ik eens eventjes naar kijken. En even mijn la hopelijk opruimen. Ik hoop dat die mandjes passen. Dus dat is even voor nu de planning. Ik ga jullie er ook bij zetten. Maar ik ga ze eerst even stofzuigen. Dan is dat klaar. Dus ja, voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Behalve even die klusjes. Dus ik ga daar nu eventjes snel mee beginnen. Katjes zijn aan het eten. Dan kan ik jullie even laten zien hoe ik het heb ingedeeld. Het licht is nu weer even anders, want ik heb de camera moeten resetten, omdat die eventjes niet helemaal lekker meer werkte. Zo ziet dit kastje er nu uit. Kijken of het beter wordt met een lampje. Gewoon wat opgeruimder, een stuk netter. Dit is de lade, die ook een stuk beter is nu. Ja, het kon altijd nog beter, maar voor nu vond ik het prima. En hier heb ik nu ook een wat netter kastje. Dus ik ben er wel blij mee. Het was gewoon even nodig. En dat ruimt ook wel weer lekker op in je hoofd. Ik zat trouwens gisteravond Rex te kijken. En nou weet ik natuurlijk dat aan de serie gewoon diverse honden hebben meegewerkt. Omdat het voor één hond natuurlijk veel te veel is. Alleen ik ben nu op YouTube volgens mij in seizoen 6. En ik vroeg me af, goh.
is het nou eigenlijk al Rex 2? Ik zag het verschil gewoon niet. Dus ik ging even op Wikipedia kijken, want Wikipedia is mijn grote vriend als ik iets wil weten, naast Google. En ja, ik kijk gewoon echt al weken naar de tweede Rex. En ik heb het gewoon niet gezien. Hoe goed heb je het dan gedaan als maker? Nee, dat vind ik echt supergoed. Ik vond het echt heel knap. Ik dacht echt van, ik zie gewoon geen verschil. Maar de eerste hond die meespeelde bij Rex, die is in seizoen 4 al gestopt na 1 aflevering. Die is eigenlijk tegelijkertijd een beetje ermee gestopt nadat zijn eerste baasje uit de serie ging. Dus nee, ik vond het heel bijzonder dat ik het gewoon niet heb gezien. Maar het is ook wel weer een zoon van de eerste Rex. Dus, maar zijn vachtje is wat donkerder, zeg maar. Maar ik heb het gewoon niet gezien, dus dat vond ik wel heel bijzonder. Ik ga soms dan even lekker chillen. Ik ga verder niks meer doen. Ik heb een beetje buikpijn. Het is, ja, het is nu weer, begint weer wat frisser te worden. Ik kom bijna niet meer uit mijn woorden. Ik merk ook dat de zon nu wat weg is. Dus nou ja, prima. Vanavond weet ik eigenlijk nog niet wat ik ga kijken. Sowieso die Mask Singer, maar dat doe ik denk met eten. En ja, volgens mij heb je Super Kids. Nou weet ik niet of ik dat heel erg leuk vind. Maar ik kan er gewoon een stukje kijken. Vind ik het niet leuk, kan ik altijd gaan zappen. Dus ja, je valt nu een beetje weer in een zwart gat op de zaterdagavond qua televisie. Omdat je, ik hou van Holland was gewend. Maar ja, goed, dat is afgelopen. Ik ga mijn nagels vanavond ook doen. Ja, voor de rest even mijn eigen programmetjes verder kijken. Niet zo heel erg veel. Ik hoef niks te doen voor YouTube of voor mijn blog. Dus dat is wel lekker. Ik zal morgen even het recept met jullie delen van de goulash. Want daar was eigenlijk best wel wat vraag naar. Voor mensen die wel heel erg benieuwd waren hoe je dat maakt. Dus ik zal het recept even delen morgen. Ik ga even kijken of de katten zijn uitgegeten. Dan ga ik nog even lekker chillen. En dan zie ik jullie morgen weer. Want ik ga nu verder niks meer doen. Batterij is ook bijna leeg. Dus ik vind ook wel weer even dat ik genoeg heb gedaan voor vandaag. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag zondag. Het is 3 november. Ik zit op de bank. Mijn hart is een beetje gek. Ik heb niet echt een planning vandaag. Ik moet wel even de foto's maken. Maar voor de rest niet heel erg veel. Nou, het is weer gelakt. Lekker een herfstkleurtje. Ik weet niet of jullie het heel goed zien. Want ik zit weer een beetje met het licht vandaag. En dat is dit kleurtje. Dat is de Spice It Up. Dat is de andere kleur. Vorige week had ik een donker kleurtje, nu een wat ander kleurtje. Dit is een 01 Sweet Like Berries, maar ik vond hem al lekker herfstachtig. Ik heb daar ook een Mepos en lipstick bij. Gisteravond heb ik een stukje van Paul de Leeuw gezien. Dat was een nieuwe show op RTL 4 met nummer 1 show of zo. En daarna heb ik Robert en Brink gekeken. Dat is Weekendmiljonairs, geloof ik, heet dat. Ik weet alleen niet of het nog zo heet. Vroeger heette het zo. Dat vind ik ook vaak wel leuk. Vaak, vooral als ik dingen goed heb, dan vind ik het wel leuk. Dus dat eigenlijk. En een beetje mijn eigen series. Ik heb een lekkere dikke trui. Ik vind het nu weer wat frisser. En ja, ik wil eigenlijk even kijken of er nog wat van de was droog is. Want mijn ondergoedlaars ook weer een bende, maar ik weet niet of ik zin heb om die nu op te ruimen. Anders misschien morgen. Om morgen heb ik ook niet echt dingen die ik moet doen. Ik moet zo wel even stofzuigen. Ik moet even mijn bak leeggooien. Maar dat is het ook eigenlijk wel. Mickey zit hier, denk ik. Oh, die zit wel in de keuken. De zak is een beetje vol. Ik wil niet dat ze steeds in die zak gaan. Omdat ook de zakjes erin zitten van hun voer. En dan gaan ze er wel eens mee aan de haal. En dan gaan ze die pakken en die gooien ze overal neer. En dan vind je er weer zijn onder de bank. En aangezien ik niet iemand ben die de bank wekelijks naar voren trekt. Ja. Vind ik dat niet echt een goed idee. Mijn huis zit heel lief op de krabbaal. Ik zal even inzoomen. Muis. Hi. Zit je lekker op de krabbel? Daar loopt hij gewoon rond. En Mickey ook. Hey! Daar zit je hem aan te kijken van, wat zit je nou te praten? Dus ja, eigenlijk niet echt heel veel. Ik zal eventjes wat spullen boven halen voor de foto's. En ja, een beetje een relaxed dagje. Maar het vind ik wel lekker. Ik zit erin, kom vanavond. Ik heb kippenpootje om die in de airfryer te doen. Tijgertje en Mickey lopen nou elkaar te groemen.
Maar dan moet ik even kijken, want ik heb wel zo'n app, zeg maar. Even kijken hoe lang dat moet. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik weet gewoon dat er veel meer in de airfryer kan dan wat ik nu doe. En heel veel mensen doen er ook gewoon hun vlees, zeg maar, in. Maar ik denk, misschien word ik kippenpootjes er hartstikke lekker in. Dus ik ga wel even kijken of dat lukt. Ik heb wel gekruiden, dus dat is wel weer eventjes gedoe met afwassen. Want dan moet je die bak heel goed afwassen. Want als je er weer wat anders in gaat klaarmaken, dan wil je niet die kippenpootjes kruiden hebben. Of marinade in dit geval. Ik dacht eerder ook altijd, oh, is het wel goed? Want ik gebruik elke dag mijn airfryer. Maar ik lees eigenlijk op Facebook en zo dat heel veel mensen dat gewoon doen. Dus ik denk niet dat het echt heel erg is. Ik ga in ieder geval even stofzuigen. En dan ga ik daarna spullen bakken voor de foto's. Ik denk niet echt dat ik jullie vandaag ergens bij ga zetten. Ik heb niet echt... Nee, omdat ik eigenlijk toch niet echt heel veel doe. Dus wel lekker even een rustig dagje. Wat ik nog wel even wilde vertellen, ik ben natuurlijk nu de aanvraag ingediend voor een andere provider. En hun zouden dat regelen, zeg maar, de nieuwe provider. Ik zal even dit berichtje beantwoorden, zal ik het even verder vertellen. Nou, dan zouden overstappen zo regelen. Nou, dat is eigenlijk best wel normaal, hè? Dat gebeurt meestal. En ik moest dan voor vrijdag mijn gegevens doorgeven. Nou, dat had ik netjes gedaan. En toen had ik vrijdagavond, eigenlijk wat later op de avond, had ik een mailtje van: uw aanvraag is niet goedgekeurd. Ik moest het nu zelf gaan doen. En dan moest je een brief schrijven en zo. En ik dacht, gatsie, wat een gedoe. En oh, dat vind ik allemaal helemaal niks. En toen had ik toevallig mijn moeder aan de lijn. En mijn vader en Nathalie waren daar ook even. En die zeiden van, toen zei Nathalie van, bel ze anders even. Want ze hebben gezegd dat ze het gaan regelen. Nou, weet je wat, ik ga ze wel eventjes... Ik wist niet dat ik gisteravond nog kon bellen, dus Nathalie appte mij een nummer door. Ik dacht in eerste instantie, weet je, ik ga ze maandag wel even bellen. Maar goed, ik had ze toch even geprobeerd te bellen en het kon nog gewoon. Dus ik had mijn verhaal uitgelegd en toen zei die man van... Ik zei, ja, ik weet eigenlijk niet waarom die nu is afgeketst, zeg maar. Dus die man ging nakijken, ja, op het klantnummer of zo. Nou, dat vind ik heel raar, want dat heb ik niet eens in hoeven vullen. Maar goed, toen kon hij nog een aanvraag indienen en deze is wel goedgekeurd. Dus nu regelt T-Mobile verder de overstap en dat is wel heel fijn. Want nu moet Telfort blijven doorleveren tot mijn nieuwe T-Mobile ingaat. Zodat je niet zonder internet komt te zitten. En dat, ja, dat is voor mij wel heel belangrijk. Want als ik iets niet wil, is het zonder internet komen te zitten. Of zonder televisie. Dus dat was wel fijn dat het nog geregeld was. Maar ik dacht, hé, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Dat wil ik toch nog wel eventjes mededelen. Zo, ik heb alle klusjes gedaan. Ik heb een beetje mijn belichting aangepast. Ik weet niet of het nu beter is, maar dan moet ik even kijken. Ik heb de foto's gemaakt. Ik heb nog even mijn ondergoed opgeruimd. Ik vond boven nog een hele doos met kleding, met zomerkleding, die ik eigenlijk al een tijdje kwijt was. En ik was op zoek naar schoenenspray, maar ik kwam beneden met allerlei kleding die ik had gevonden, die ik even in de was moest doen, omdat het toch een tijd in die doos heeft gezeten. Maar ik kwam niet beneden met de schoenenspray, want die heb ik niet gevonden. Dus dat was een beetje balen. Ik weet wel dat ik het ergens moet hebben liggen, maar ik weet nu even niet waar. Ik dacht, ja, misschien zit het in de doos. Nou ja, toen kwam ik dus allerlei kleding tegen, maar geen schoenenspray. Dus dat wasje draait nu. We moeten alleen even kijken hoe ik het opgehangen, want die was die hier, want die is dus nog niet droog. Daar had ik niet helemaal over nagedacht. Maar ja. Even kijken hoe ik dat ga doen. Ik had een beetje een kikker in mijn keel straks. Ik ga nu nog even lekker chillen. Ik ga verder niet... Ik heb verder, ja... Gewoon even mijn dingetjes gedaan, maar niet heel veel bijzonders. De katjes hebben net gegeten. Dan ga ik straks even lekker douchen en ik ga dan eten. Ik heb kipjes. Dat had ik al gezegd, volgens mij, dat ik die in de airfryer wou doen. En vanavond kijk ik Alberto Stegeman. En ik heb nog iets opgenomen. Ik denk dat ik dat even ga kijken. En ik moet foto's bewerken. En uiteraard is het weer mijn eigen serietjes een beetje. Dus dat is een beetje mijn avond. Verder niet heel bijzonder.
Ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even lekker chillen en even rustig aan. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 5 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen nog geen lippenstift op, want ik ben nog gaan drinken. En dat is een hele erg afgevende lippenstift. En dan zit alles er al heel erg onder. Dus ik heb gewoon eventjes nog geen lippenstift, maar dat doe ik straks even. Nathalie is onverwachts gekomen. Dat wist ik gisteren nog niet toen ik met jullie vlogde. Dat klinkt heel gek, maar die zei gisteravond van ben je morgen druk, want anders wil ze langskomen. Dus die is vanuit haar werk langskomen, dus die is er nu. Ze is even aan het omkleden en die gaat zo even een broodje eten. En er komt een appje binnen in de groepsapp. Ik ben weer erg overbelicht, maar het is ook weer erg zonnig. Even kijken of dit beter is. Nou, ik weet niet of... Nee, het wordt er niet echt beter op. Nathalie komt ook uit de douche gewandeld. Zeg maar hallo tegen de kijkertjes. Hallo, kijkertjes. Nee, kijkertjes zijn niet van ons. Nee, kijkertjes zijn niet van ons. En ik zal Nathalie haar jas even laten zien, want die heeft dus dezelfde. Dit is de buitenkant. Zoals ik al zei. Het is maar hoe je het bekijkt. Ja, nou ja, hoe ze hem nu draagt. Het is een beetje, wat voor kleur is het eigenlijk? Camel. Camel? En de andere kant is dus groen. Nee, kaki. Oh, kaki. Oh, ik ben niet zo heel goed in kleuren. Ik vind dat een beetje lastig te omschrijven. Ja, gewoon de primaire kleuren, dat gaat wel. Maar dit soort kleuren zijn ook een beetje anders. Maar die heeft dus dezelfde jas als mij, alleen dan een ander kleurtje. Smaatje, holdok. Maar nog niet lekker. Oh. Oh, ik ben een beetje verkouden. Ik moet steeds niezen, maar het lukt niet. Dus wij gaan nu even kletsen. En mochten we nog wat gaan doen, nemen we ze nog mee? Tuurlijk. Ik hoor net tuurlijk. Dus ja, wij gaan even kletsen. En dan als we straks wat gaan doen, dan nemen we jullie mee. Dus dat is voor nu even de planning. Oh. Nathalie en ik hebben nu een missie, want wij willen even iets monteren. Nou ja, Nathalie gaat het doen. Ik ga kijken, assisteren misschien. Maar kijken Nathalie dus, denkt dat ze wel weet hoe ze het moet doen. Dus we gaan eens even kijken of dat lukt. Vertel dan wat je gaat monteren. Ik heb een houder, hier zo, en die moet op de scooter. Ja, en dat is voor je smartphone en die willen we dus gaan monteren. En ze doet nu alsof het echt... Einstein-werk is, maar zo moeilijk is het niet. Nou ja, dat gaan we zien. We hebben geen handleiding, we hebben niks. Dus we gaan even kijken of we dit kunnen monteren. De regel is? Hij is van Lectrono. Lectronis. Maar de regel is, op het moment dat je geen beschrijving krijgt, is het dus niet moeilijk. Want dan heb je geen beschrijving nodig. En anders bellen we de hulplijn als we het niet weten. Goed, we gaan eventjes kijken of we kunnen monteren. Slimme Nathalie heeft net mijn putje geleegd. Er stond allemaal water op mijn konden. Die heeft dus net dat dekseltje eraf gehaald, waardoor er allemaal water nu weg is. Je bent slim! Je had elk uilskuiken kunnen bedenken, maar nou ga je zometeen dit opvegen. Het is echt... Ja, morgen ja. Nee, zometeen. Nee. Straks. Jawel, als ik er ben, ga ik het schoonmaken. Dan moet je wel helpen. Ik doe alles nu. Ik ga het op mijn lippen doen. Ik ga plassen en dan gaan we. En weet je, hou je dit dekseltje er gewoon af? Ja, best. Als jij daar blij van wordt, haal ik hem er wel af. Nou, ik denk dat het voor jezelf prettiger is. Oké. Nou, ik ga het op mijn lippen doen en plassen en dan gaan wij eventjes scheuren. Ja, ik hoop dat het met jullie goed komt. Deze tweede week de katjes zijn weer terug. We zijn helemaal nat geregend. Het valt wel een beetje mee hoor. Dit ging allemaal niet zonder slag of stoot, maar goed, we zijn weer terug. Moeten we straks er weer door om het eten te halen. We hebben ook katten gered, maar we hebben even wat dingetjes gehad. Die gaan ik ben er wel, maar ik mag blijkbaar niet in beeld. Jij mag wel in beeld. Fijn.
Oké, bij Trekpleister. Bedankt mensen die hebben geabonneerd op mijn kanaal. Bedankt. Trekpleister heb ik van Tracklemoon de Raspberry Kiss. En het was nu 1 plus 1, dus ik heb 2 van deze. Je moet wel leren in je lens te kijken, niet naar jezelf op je scherm. Bij de Zeeman. Washi-tapejes, een beetje kerstachtig. Ho, ho, ho staat erop. Dat is 79 cent. Echt best wel goedkoop. Echt voor ja, maar het is ook niet kwalitatief niet echt. Nee. Het zal wel plakken, maar het is niet echt washi-tape. Maar... Voor Nathalie. Een gouden kerstboom. Met cadeautjes. Met cadeautjes. Die gaat ze in de kamer zetten en dan gaat ze kijken of Frank het ziet. Probably not. Ik heb een rode. Ik vond het leuk voor in de slaapkamer. Ik ben meer van het rood. Dan heeft Nathalie gezeus om te drinken, de champagnepuls. Ik zal zo een glaasje voor je pakken, dan kan je het ook drinken of je moet uit de fles drinken. Ik weet niet uit de buis. Nee, echt? Ja. Oh. Ze heeft dummy doosjes gekocht. Van Fruitella, heel vroeger. Aat ze mij dit ook. Ja. Wij hebben er hele... Hier, als wij aan dummy doosjes denken, wij hebben daar een herinnering bij. En wij moeten daar soms best wel om lachen. Althans, nee, ik. Jij nee, niet. Meer. Oké. Ze heeft koffiepads gekocht bij de Hema. Twee zakken. Goedkoop. Ja, dat is wel goedkoop. Ja. En ik heb nog een panty. Mayo. En als laatste heb ik een afwasbak. Hier, je bon is ook nat. Oh, ja. Een afwasbak. In het roze heb ik laatst ook een tel van gekocht. En er zit een heel handig draaidingetje in waar het water door uit kan lopen. Ik ga de kat bevrijden. Eén kat. En een glaasje voor jou halen. Oh nee, ik ga het weer stikken. Ik kom Okay. Ik ben verder niet leuk. Ben je klaar om te verliezen? Ik wil dit niet hebben. Waarom wil je dat niet? Omdat ik het niet wil. Nee, nou ben je lekker. Niet mee bemoeien. Dit is mijn potje en ik heb een tactiek. Oké. Jij bent mijn beurt. Oh, een pakpen. Waarom heb jij een pakpen? Ja, omdat die... niet goed werkt. Waarom stuif ik zo van de kou? Ja, mijn broek niet. Is zo doorweekt dat ik gewoon niet meer warm word. Trek iets van lelijk hoofd. Wat ga je doen? Twee ene? Ja. Oh, ik heb twee eronder. Twee blaadjes. Zag ik zelf ook. Dit was ook maar tactiek. Wil je nog meer? Nee. Dat de grote lamp kan aan. Oh, dat kunnen we zo doen. Het hoeft. Dat je verliest. Zo. Geen genjen van Nathalie. Wat denk ik van mijn hoofd? Wat denk ik van mijn bril klien? Thank you.
Jatsi! Oeh, Jatsi! Zo, Nathalie is weer naar huis. Ik zit even lekker op de bank onder een kleedje. Ik ben lekker gedoucht. Ik heb koffie staan. Na het spelletje zijn we eten gaan halen. En we gingen nu naar een andere snackbar waar we normaal heen gingen. Want de snackbar waar we normaal heen gingen, die is op maandag dicht. Dat was niet helemaal goed gegaan. Want nou ja, het eten was sowieso al een beetje afgekoeld. Maar dat was een beetje onze eigen schuld. Want we hadden een beetje struggles om de scooter terug te zetten. En toen gingen we het uitpakken. En toen Nathalie had patat met zijn thee besteld. En dus zijn thee zat er niet bij. Dus ik had ze nog gebeld van, joh, weet je, ik heb dit besteld. Ik heb ervoor betaald. Maar het zit er niet bij. Ja, ze dacht echt dat ze het erbij had gedaan. Nou, we vonden het al een beetje gek. Want ze deed de saté er los bij. En wij, normaal als je gewoon patat bestelt, krijg je gewoon een bak. En dan krijg je patat op en dan komt de saté er zo overheen. Maar die zat er dus gewoon niet bij. Ja, dan kon ik het nog wel opkomen halen. Of ze ging het opschrijven, dan kreeg ik het de volgende keer. Ja, nou ja, schrijf het maar op. En de patat was ook iets minder als wat we normaal gewend zijn. Want het waren niet hele dunne frietjes. Maar ook niet normale frietjes. Het zat er een beetje tussenin. Dus ik weet niet of we nog heel snel weer daarheen zullen gaan. Ik denk toch dat als het de volgende keer is, dat we toch weer gewoon naar het oude vertrouwde snackbarretje gaan. Waar we meestal heen gaan. Omdat we dat gewoon toch wel... Ja, ik vind hem net iets beter en lekkerder. Hij was wel heel goedkoop waar we nu zijn geweest. Dat wel, absoluut. Maar ja, de kwaliteit. Patat gaven we een 7. De frikandel gaf ik een 8. Nathalie een 7,5. En de swarmarok kreeg een 8 van Nathalie. Morgen ga ik trouwens even met jullie het recept voor de goulash delen. Omdat ben ik gisteren vergeten. Ik ga nu nog even lekker GTS kijken. Ik moet alleen een nieuwe serie starten op Netflix. Want ik ben klaar met Jane the Virgin. Nee, ik moet seizoen 50, maar die is er dus nog niet. Dus daar moet ik even op wachten. Ik ga nu even lekker tv kijken. Ik moet straks nog even een artikel schrijven. En ja, dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Ik ga even mijn kaartje legen en dan komt dat goed. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag 5 november. Oh, ik dacht dat het gisteren de 5e was. Het is 5 november. Ik ben klaargemaakt en ik ga zometeen eventjes de kattenbak doen, de douche en de gang. Ik had gisteren ook kattengrit gehaald met Nathalie. Ik weet niet of ik het dan nodig heb, maar de laatste tijd is het een beetje lastig om dat te doen met degene waar ik altijd mee boodschappen ga doen. Omdat ik of heel laat ga of ik misschien net wat minder tijd heb. Dus ja, vandaar dat ik dat al had gedaan. Gisteravond heb ik Nienke Plas gekeken. En een aflevering Rex, maar Netflix-serie. Ik ben met één begonnen. Ik weet niet of ik het kan terugzien. Volgens mij Me, You and Her, zoiets. Ik weet niet eens meer de juiste naam. Ik zal het anders even hieronder neerzetten. Maar ik was nog niet heel erg enthousiast. Nou, er komt een appje binnen. Ik kijk zo wel. Ja, ik val toch een beetje nu met Netflix een beetje in een zwart gat. Omdat ik gewoon heel erg verknocht was aan die Jane the Virgin. Vond ik gewoon echt een heerlijke serie. En ik gewoon een beetje baal dat ik er al doorheen ben. En ik het jammer vind dat seizoen 5 nog niet online is. Want er is nog een seizoen 5. Maar ja, is wachten wanneer gaat Netflix die aanbieden. En ze zeggen, ja, we gaan het snel doen. Maar ja, als ik heb eventjes gekeken. En seizoen 4, die werd pas vanaf afgelopen maart of zo, stond hij erop. En dat heeft gewoon een jaar geduurd. Of afgelopen juli. Ik weet niet eens hoe lang het heeft geduurd. Maar het heeft volgens mij ruim een jaar geduurd. Kijk, en aangezien ze in Amerika, volgens mij in maart zijn ze begonnen met seizoen 5 uitzenden, kan het wel een keertje juli 2020 worden. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, dat is even afwachten. Voordat ik mijn dingen ga doen, ga ik eerst even met jullie het coolest recept delen. Want ik had in de reacties toch wel veel vragen ernaar of ik het recept wil delen. Nou, ik zal even beginnen met de benodigdheden. Ik heb eventjes de app erbij gepakt. Even kijken hoor. Wat heb je nodig? Je hebt runderlappen nodig. Runderlappen zijn over het algemeen wat duurder. Maar we gaan nu wel de tijd in dat mensen weer meer stoofpotjes maken. En het regelmatig in de aanbieding is. Wil je dit maken en denk je van nou, ik wil niet heel veel geld eraan besteden. Zou ik gewoon even wachten totdat het in de aanbieding is. Hou gewoon even je supermarkt in de gaten. Want het komt nu echt wel wat meer in de aanbieding. Je hebt nog meer nodig. Je hebt champignons nodig. Uien is wel eventjes, kijk eventjes van wat vind jij zelf lekker. Kijk, ik had de laatste keer, ik heb een haartje in mijn
lipstick. Dat is niet zo fijn. Ik had de laatste keer 4 uien erin gedaan. Nou, dat was echt veel te veel. Mijn lichaam is niet echt gewend aan uien. Ik eet echt nooit uien. Alleen in de goulash. Dus mijn lichaam die, ja, is daar niet zo op gewend. Ik had 4 uien, maar dat was echt te veel. Kijk even wat jij lekker vindt. En voor hoeveel persoon je het gaat maken. Dat ligt er natuurlijk ook wel een beetje aan. Als ik het de volgende keer ga maken, zou ik zelf 2 uien doen. Misschien wel eentje. Dus kijk even wat jij lekker vindt. Paprika moet er ook in. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ik vind alleen rode paprika lekker. Maar misschien hou jij wel van de gele en de groene paprika ook. Kijk even wat je lekker vindt. Je kunt er 1 kleur paprika in doen. Je kunt er ook 3 kleuren paprika in doen. Even afhankelijk van wat jij lekker vindt. Maar ik heb alleen rode paprika. Je hebt bouillonblokjes nodig. Kijk, dat is ook weer even persoonlijk. Kijk even... Wat vind jij lekker? Kijk, ik hou een beetje van zout eten. Dus ik heb er 2 in gedaan. Ben jij nou niet zo'n zoutliefhebber, kun je ook gewoon makkelijk 1 bouillonblokje in doen. Je hebt allesbinder nodig. En je hebt een gezeefde tomaten nodig. En die zitten gewoon in zo'n pakje. Oké. Je gaat eventjes je vlees ga je in stukjes snijden. Daar begin je mee. Of dat doe je later, dat maakt niet uit. Maar je gaat eerst alles snijden. Dus je vlees... Je groentes, je uitjes, je paprika, je champignons. Dan zet je je boter op. Ik vind het zelf lekker als de boter wat bruiner is. Maar kijk even wat jij lekker vindt. En dan ga je je vlees ga je als eerste aanbraden. In feite hoef je geen kruiden meer erbij te doen. Ja, denk je van ik vind het wel lekker, kun je het doen. Maar ik heb mijn vlees niet meer nog gekruid, zeg maar. Dan als je vlees bruin is, doe je je groenten er allemaal bij. Dat bak je een beetje mee. Dan ga ik weer even terug naar het receptje. En dan doe je ook gelijk je bouillontabletjes doe je erbij. Dus afhankelijk van wat jij lekker vindt, maar doe die er ook gelijk bij. En dan doe je ook je tomaten, gezeefde tomaten erin. En dat alles ga je gewoon lekker goed doorroeren, zodat het gewoon lekker... lekker goed door elkaar gehusteld is. Dan kun je je pitje zacht zetten. Het koelas moet 3 uur opstaan. Hou daar rekening mee met koken. Dat je niet denkt, ik ga om 5 uur even koelas maken en ik wil het om 6 uur eten. Dat werkt niet. Het moet echt wel 3 uur opstaan. Wat ik altijd doe is dat ik heb zelf een... ik heb zeg maar zo'n... hoe heet dat? Ja, zo'n soort pannenonderzettetje die je op het vuur kan zetten. En daar zet ik dan mijn pan op de kleinste pit en laag. En roer hem gewoon af en toe een keertje door. Dus je kunt ondertussen, als dat gewoon lekker staat te pruttelen, kun je gewoon je dingen gaan doen. Af en toe even een keer doorroeren is prima. Nou, als het dan 3 uur heeft gestaan, dan doe je er wat allesbinder bij. Ik werk niet in grammen, ik doe dit... puur op mijn eigen gevoel. Dus ik kijk een beetje van... Hè, ik kook altijd een beetje op gevoel. Dus alles een beetje... Kijk even, ik kan er altijd nog wat... Ik begin altijd met niet zo heel veel. Ik kan er altijd wat bij doen. Ik kan het er niet uithalen. Kijk eventjes wat jij... wat voor jou werkt. En als je... nou te veel alles binnen erin heb gedaan, dat die echt veel te dik is, kun je natuurlijk altijd wat water erbij doen. Maar ik raad aan, begin gewoon met een beetje, kijk een beetje, hè, van nou, als je op een gegeven moment denkt van dit is voldoende, is je koelkast klaar. Dan kun je hem nog eventjes een paar minuutjes laten doorkoken, maar dan is hij eigenlijk gewoon goed. Wat kun je nou bij koelkast eten? Je kunt er bijvoorbeeld ook aardappelen bij doen, of hoe heet dat nou, van die... Aardappelpuree kun je er ook bij doen, maar ook bijvoorbeeld rijst. Ik hou er allemaal niet van, dus ik heb dat niet gedaan. Ik eet alleen de goulash, maar dat kun je doen. En ik voeg altijd zelf, als ik het ga eten, nog wat zout toe op mijn bord. Gewoon doen goulash, dan ga ik het een beetje husselen, omdat ik al heel erg van zout hou. En dat is eigenlijk het recept een beetje voor de goulash. Mocht je nog vragen over hebben, laat ze absoluut weten in de comments. Mocht je iets niet snappen, ik heb het geprobeerd zo helder mogelijk uit te leggen. Dit is voor mij de eerste keer dat ik een recept met jullie deel. En laat ook zeker even weten als je van plan bent om het te gaan maken. Of als je het hebt gemaakt, dan ben ik wel heel benieuwd wat je daarvan vindt. Goed, dit allemaal gezegd hebbende, ga ik eventjes hier stofzuigen. Ga ik de katten wat lekker doen. Ik ga even een muziekje aanzetten en dan ga ik mijn dingetjes doen. En dan ga ik jullie er gewoon bij zetten. We'll be right back.
klusjes zijn klaar. Oh, er kwam even een appje binnen. Ik heb zelf mijn balkon even aangeveegd. Want dat heb ik gisteren niet meer gedaan. Natalie, want het ging keihard regenen. En toen had ik er geen zin in. Het wordt gewoon al donker. Het is 5:15. Nou, zo ziet de situatie er nu uit. Ik zie nog wel wat blaadjes. Maar hey, kijk, het is een stuk beter als gisteren. Dan heb je het gisteren niet helemaal kunnen zien. Een klein stukje. Maar hey, ik ben blij dat het al verbeterd is. De bodem staan al klaar, die heb ik al afgehaald. Alles is lekker schoon. Stofzuiger doet een beetje moeilijk met de grietjes opzuigen de laatste dagen. Dus moet ik eventjes kijken wat dat is. Ik vind het zo'n mooie kleur nagellak, maar hij is zo slecht. Gisteren al bijgestipt, nu heb ik weer beschadiging. Ik word er helemaal krankjoren van. Ja, wat dat betreft vond ik die Sally Hansen toch nog wel een van de beste. Die blijft echt goed zitten. Maar goed. Ik heb trouwens ook de bijpassende lipkleur op. Maar de lipkleur is wel lichter als de nagellak. Dus ik vind hem niet helemaal passend. Maar nou, dat maakt niet uit. Ik ga zo even lekker chillen. Ik ben er wel klaar mee. En vanavond kijk ik Paleis voor een prikkie. Dat begint weer een nieuw seizoen. Dat vind ik zo leuk met Frank en Rogier. Ik vind dat twee zulke leuke mannen. Gewoon hoe die... hoe ze dat doen, dat programma, vind ik geweldig. Je hebt daarna het programma met die kinderen. Misschien ook vast een klein stukje beginnen met de vlog in elkaar zetten. Dan moet ik even kijken. Ik moet nog foto's weer bewerken. Dat is best wel veel nu, dus dat ga ik ook doen. Voor de rest, ja, ik denk toch even een andere serie op Netflix. Ik had er wel eentje gevonden die me leuk lijkt. Toen was ik de naam weer kwijt, want had ik op de computer gevonden. En die ook al uitgeschakeld. Toen kwam ik dus never nooit meer op die naam. Dus dat was even minder. Maar goed, als de katjes al uitgegeten zijn, ga ik even lekker chillen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik heb vandaag niet super veel gevlogd, omdat ik niet wist of de weekvlog al heel lang was. Ik zal bij deze weekvlog trouwens ook weer met muziek gaan werken uit de YouTube-bibliotheek. Dus niet meer de covers die je van mij gewend bent. Omdat het eigenlijk officieel mag het niet. Ja, het mag wel, maar zou je geld verdienen met je vlogs? Dat is in mijn situatie niet aan de orde. Gaat de opbrengst dus naar die mensen toe die de covers dus inzingen. Dus ik ga nu wat meer werken met de bibliotheek van YouTube. Dus mocht je ineens opvallen, je gebruikt andere muziek. Dat klopt, dat ga ik dus vanaf nu doen. Nou, ik wil je in ieder geval weer super bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan erop het rondje met mijn gezicht drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Doe dan eventjes dat belletje aan. Dan krijg je melding zodra een nieuwe video online komt. Voor deze vlog, doe even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!